een droomavond. Je weet dat het hier lastig kan zijn, maar je weet ook dat je als je goed speelt, dat je van Heerenveen kan winnen, eigenlijk moet winnen. Nou, dat hebben we vandaag gedaan. Ah, ik tik die bal net langzaam en hij kwam aardig invliegen. En hij schepte hem en ik viel een beetje verkeerd. Ik ben blij dat de penalty erin ging. En dat ze een man minder kregen, maakt het voor ons ook weer wat makkelijker. Natuurlijk, ook doordat het een penalty is natuurlijk, dat je op 1-0 voorsprong komt. Zij moeten noodgedwongen een speler eruit halen. En Nassing ook nog, die natuurlijk met zijn snelheid nog eventueel gevaarlijk kan zijn. Ja, dan wordt dat snel 2-0. Ja, dan zit je heerlijk rustig op de bank. De eerste keer dat ik een hat-trick maak. En, ja, ik had er misschien nog wel wat bij kunnen maken, maar ja, dat is achteraf. En, ik ben blij dat ik er 3 heb gemaakt. En, dat we 5-0 hebben gewonnen en ook blij dat de rest van de concurrentie punten heeft laten liggen. Ik denk dat jij vooral met name de eerste 25 minuten echt hebt genoten, want ook de doelpunten waren plaatjes. Ze waren om in te lijsten. Ja, die waren schitterend en dat wil je graag zien. Ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd om misschien nog wel wat meer te maken. Ik denk dat we geduldig zijn geweest, ook niet met onze krachten hebben gesmeed in ieder geval. En, ja, 5-0 is gewoon een goede uitslag. Had jij verwacht dat je misschien wel zou beginnen vandaag tegen Heerenveen? Nee, niet verwacht. Natuurlijk wel gehoopt. Deze week wel goed getraind en nogmaals gehoopt dat ik bij de eerste 11 zou zitten. Maar goed, het team staat ontzettend goed natuurlijk. En voor mij is het alleen maar hopen dat ik weer in de basis kan starten. Je hebt ervoor gekozen om Kerry van der Wiel en Dirk Boerichter op de bank te laten beginnen. Net als de Sigtorsson. Vanwaar die keuze? Nou, ik vind dat ze nog niet 90 minuten kunnen spelen. Vandaar dat ik andere opties heb genomen. Ook omdat die het gewoon hartstikke goed gedaan hebben. En gelukkig liet de stand het ook toe om ze minuten te geven. Ze konden zeker allemaal een helft spelen. Dus om nou 3 wissels in de rust te doen is een beetje overdreven natuurlijk. Maar dat hebben we eerst met Dirk gedaan en heel snel Gregory. Uiteindelijk ook Colbein. Je eerste minuten weer in het eerste van Ajax 1 en dan invallen in zo'n wedstrijd. Hoe is dat? Leuk natuurlijk. 3 punten zijn hartstikke belangrijk. Alleen dit soort wedstrijden is het wel. Zij gaan natuurlijk komen ze gauw met 10 man staan. Dan zak ik heel erg terug en voor mij als buitenspeler kom ik weinig in die 1-1 actie. Omdat dat gebied was voor mij wat minder om in te vallen. Omdat ik veel ballen terug moest spelen. En ik zoek liever het mannetje op. Maar ik zit heel vaak 2-1. Dat ze nogmaals terugzakken en rugdekking gaan geven. Maar we hebben als team gewoon ontzettend goed gespeeld en kwamen goed erin. 5-0 was gewoon een fantastische uitslag. Natuurlijk de gedroomde avond. De 5 concurrenten hebben allemaal punten verloren en Ajax heeft gewonnen. 3 punten los in ieder geval. Toch denk ik dat je wel een beetje voorzichtig moet zijn. Er zijn nog 5 wedstrijden te spelen. Er kan nog van alles gebeuren en dat zie je ook wel aan vanavond misschien, of niet? Nee, zeker. Wij mogen niet verslappen. We zijn juist in onze goede doen doordat we niet verslappen. Omdat we continu druk zitten op de tegenstander. Dus niet de ruimte geven. Dat hebben we vandaag weer gedaan. En dat moeten we de komende 5 wedstrijden weer doen. En als we dat doen, dan is de kans groot dat we aan de finish als eerste zijn. Ja, als je een hat-trick maakt, mag je de bal houden volgens mij. Hè? Heb jij hem al ontvangen of niet? Ja, ik heb hem in de kleedkamer liggen. Dus die neem ik mee.